start gevallen. De paarden zijn gestart, we komen de eerste meters door. De Best Flash die toont zich niet van zijn beste kant. Die maakt een galopade, maar staat er nu weer voor. Maar moet nog wel even de inhaalrace starten. Flavius Boko, de recente eenrumwinnaar, heeft de leiding genomen en gaat als eerste de koelboxbocht in. Heeft een lengtevoorsprong op Everglide Rapida. In derde positie volgt Fleur Zwageman, vierde Koos Zwageman en MRO Gigi. En laatste van het peloton is nu de Best Flash. En zo is het sextet op weg naar de overzijde van de baan. Onder aanvoering van Flavius Boko. Flavius Boko bepaalt de pace in de race, doet dat met een lengtevoorsprong op Everglide Rapida. De derde plaats voor Fleur Zwageman. Twee lengte daarachter de stalgenoot Koos Zwageman. Daarachter is het dan MRO Gigi. Frank Rebas weer op de kar hier in Emmeloord. Zijn eigen vertrouwde baan. En laatste van het peloton is de Best Flash. En zo gaan we dan de verre manegebocht in. En bij het indraaien van de bocht is er eigenlijk nog niets veranderd. Flavius Boko voert het veld nog altijd aan. Everglide Rapida op de tweede plaats. Derde Fleur Zwageman. Vierde Koos Zwageman. Vijfde MRO Gigi. En zes is de Best Flash. En zo komt het sextet de rechte lijn voor de tribune in bij het uitdraaien van de manegebocht. En dan is het nog altijd Flavius Boko die de leiding heeft. Flavius Boko met zijn mooie blauwe bodemblinker leidt nog altijd een lengtevoorsprong op Everglide Rapida voor Fleur Zwageman, Koos Zwageman, MRO Gigi. En de Best Flash is laatste nog altijd in de ganse pas langs de tribunes. Gaan we nu de laatste ronde in met nog altijd Flavius Boko. De gastrit voor Rick Wester. Die mag vandaag plaatsnemen achter Flavius Boko. Daarachter volgt op de tweede plaats dan Everglide Rapida. Derde nog Fleur. Vierde Koos Zwageman. Vijfde MRO Gigi. En als laatste komt de koelboxbocht door de Best Flash. Zo de laatste maal naar de overzijde van de baan. En nog altijd niets veranderd. Dit zal misschien nog wel eens een thriller kunnen worden in de laatste rechte lijn. Het spel is nog niet op de wagen. Flavius Boko nog altijd de leider. En niemand is nog van zins om hem op dit moment aan te vallen. Op de tweede plaats volgt attent nog Everglide Rapida. Maar nu in het tweede spoor komt Fleur Zwageman naar voren. En dat is ook de impuls voor stalgenoot Koos Zwageman om ook in het tweede spoor achter zijn stalgenoot aan te gaan. Laatste is MRO Gigi en aan de binnenkant ligt dan de Best Flash. De paarden gaan de laatste bocht in met nog altijd Flavius Boko de leider. Maar daar komt aan de buitenzijde ja, dan toch wel de aanval van Fleur Zwageman. Die probeert de leider terug te pakken. Dan Everglide Rapida op de derde plaats. Dan Koos Zwageman, de Best Flash, MRO Gigi. We zijn in de laatste rechte lijn nog 200 meter nu van huis. Flavius Boko, aangepakt door Fleur Zwageman. Daar komt aan de buitenzijde nog een aanval. En zo gaan we dan de laatste meters in. Die aanval komt van Everglide Rapida. Maar Fleur Zwageman heeft dit tussen de leiding overgenomen. Fleur Zwageman, die gaat de overwinning grijpen. Fleur Zwageman voor Flavius Boko. En Everglide Rapida, dat is close. Laat het over aan de rechter van aankomst.